Goedenavond en welkom. Dit is Editie NL. Van woensdag 27 april. Het volgende klinkt te mooi om waar te zijn. Deze chocola is heel nieuw omdat het een gepatenteerd productieproces heeft, waarmee dus geen slechte chocola gemaakt wordt, maar hele gezonde chocola. Ja, en of dat allemaal klopt wat deze dame zegt, dat hoort u straks. Even goed proeven. Het heeft op me in laten werken. Nee, lekker. Proef er niks geks aan. Wat een feest. En gezond en lekker die chocola. Of niet, meneer Catan, voedingsprofessor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als je naar de samenstelling kijkt, is het doodgewone pure chocola met een beetje bessenpoeder. Eigenlijk is het chocola met gebakken lucht. Klopt niet. Nee, absoluut niet waar. En dat heeft alles te maken met de koud geperste cacao. Ja, ach, koud geperst, links geperst, dwars geperst. Ach, het is een reclamekreet die verder voor de gezondheidseffecten weinig uitmaakt. Nou, volgens de aanbieders heeft de chocola ongekende krachten. Als ik hier kijk, dan staat er, het zou darmkanker kunnen voorkomen. Wie heeft die uitspraak gedaan? Nou, dat staat eigenlijk in de beschrijving van de fabrikant zelf, die ik hier heb. Nou, in die beschrijving staat ook dat dat de stoffen die in deze chocola zitten, staat dus nergens dat er darmkanker mee voorkomen moet worden. Maar en dat zou darmkanker kunnen voorkomen? Ja, zou kunnen voorkomen. Wat ik wel heel erg wil benadrukken, het is chocola, het is een voedingssupplement, het is geen medicijn. Dat vind ik echt in de richting van bedrog gaan.